U luistert naar Business Club Radio en mijn gasten vanavond zijn Mark Elvering en Tim van der Sman. En zij zijn van linkmakers.nl. En zij zorgen ervoor dat je in contact komt met andere mensen via en bedrijven. En op die manier zaken kunt doen. Dat is heel erg kort en krachtig gezegd, denk ik. Hè? Ja, maar waar het nou even om gaat, Mark, is wat zijn nou de belangrijkste do's en don'ts? Ja, het begint met een LinkedIn profielfoto. Dat is het eerste wat mensen zien. En wat dat betreft zien wij nog vaak dat mensen daar een vakantiefoto plaatsen. Terwijl dat toch de eerste zakelijke indruk is die mensen van jou krijgen. Tegenwoordig heeft iedereen een mobieltje, dus kan die al vrij eenvoudig een goede foto schieten. En wij zeggen dan ook, besteed daar even aandacht aan en zorg dat je in ieder geval een goede foto hebt. Nou, geloof ik ook in authenticiteit. Dus als je gewoon wat breder bent en niet alleen maar strak zakelijk, maar ook leuke gezellige dingen daarnaast doet, ook via LinkedIn op die manier bekend bent. Neem mijzelf als voorbeeld. Mm-hmm. Ik hoef toch niet zo strak in het pak op zo'n foto te staan. Nee, een goede profielfoto hoeft niet meteen te betekenen dat je strak in pak op de foto staat. Hè? Kijk in de branche waar je zit of hoe jij als persoon bent, wat jij zegt. Je hoeft er niet anders op te gaan staan dan dat jij... Me voelt. Ja. 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 En het gaat dan vooral, wat ik zei, die vakantiefoto's, dat mensen met een glas wijn op de foto staan. Ja, duidelijk. En nog meer? Invulling geven aan je profiel. Als er niks staat, dan haken mensen af. Het is in beginsel even werk, maar als het eenmaal staat, dan staat het ook. En dan hoef je over het algemeen niet heel veel aanpassingen meer te maken. Ja. Maar dat zorgt er toch voor dat mensen ook kunnen lezen wat jij voor hun wellicht kan betekenen. Mm-hmm. Misschien wat je net al zei, het hoeft niet allemaal puur zakelijk te zijn. Je kan ook een stukje verhalen over jouw persoonlijke interesses. Dat maakt ook weer dat jij benaderbaar wordt voor andere personen. Wellicht zitten zij op jouw profiel... lezen dat. Ze komen jou bijvoorbeeld op een netwerkevent tegen. En ze hebben gelijk een aanknopingspunt om over te gaan praten. Dus dat zou een goede reden zijn om ook toch iets persoonlijks achter te laten en niet het puur zakelijk te houden. En wat moet je zeker niet doen? Alleen vertellen over het bedrijf waar je zit. Want jij staat eigenlijk als persoon op LinkedIn. Dus je moet ook vertellen over jezelf en wat jij voor jouw doelgroep kunt betekenen. Hoe kan je ze helpen en waarvoor zouden ze met jou in contact moeten komen? Maar dat is vaak voor ZZP'ers en mensen die zeg maar als freelancer in de markt opereren. Maar iemand die gewoon in een vast dienstverband zit, dan is dat toch minder belangrijk? Je hebt altijd nog de mensen die op het gebied van sales actief zijn. Voor hun geldt hetzelfde. Mm-hmm. Maar daarnaast, voor die mensen die misschien minder op het gebied van sales actief zijn, is het nog steeds goed om te laten zien wie ze helpen en hoe ze dat doen. Ja, als ik daar heel even op mag inhaken. Je klikt ook heel makkelijk door van het ene profiel naar het andere profiel. En vaak zijn profielen van medewerkers van hetzelfde bedrijf aan elkaar op die manier aan elkaar gelinkt. Dus je krijgt heel makkelijk een beeld van de medewerkers van een bedrijf. En de medewerkers vormen toch het gezicht van het bedrijf. Dus daar heeft het bedrijf dus ook de kans om een persoonlijk gezicht te laten zien. Interessant. Wij gaan luisteren naar Luis Fonsi featuring Daddy Yankee met Despacito.